En toen kwam in maart het bericht dat door toedoening van corona wij de restaurants moesten sluiten. Dus op dat moment was het wel eventjes drie keer slikken en de gedachte door je hoofd laten gaan van oeh, is dit wel een goede timing geweest met betrekking tot het overnemen van een zaak en het openen van een pizzeria. In februari hebben wij een zaak overgenomen in het Statenkwartier. Toen was er natuurlijk nog geen sprake van corona en was hier nog niets over bekend. Dus met volle moed gingen wij ons derde avontuur aan om in het Statenkwartier een pizzeria op te zetten. Van normaliter bestaat ons bedrijfsmodel uit het restaurant en is een klein deel daarvan bezorging. Dus de bezorging was niet iets waar wij geheel nieuw in waren en waarvoor wij het roer om moesten gooien. Dus daarin konden we snel schakelen op het moment dat we hoorden dat de restaurants moesten sluiten. En konden we zodoende toch ons werk blijven doen. De switch van restaurant naar volledige bezorging, dat was eigenlijk een switch die we relatief makkelijk konden maken. We hebben met de tweede lockdown besloten om de bezorging volledig naar onszelf toe te trekken. Eigen bezorgers in dienst te nemen, eigen elektrische fietsen aan te schaffen. Deels om de kwaliteit aan de deur te kunnen garanderen. En ten tweede om een mooi marketingplaatje op straat te hebben door eigen bezorgers rond te hebben rijden. Dus daarin konden we redelijk snel een overstap maken en was dat een aanpassing in het businessmodel die relatief makkelijk te doen was. Aan de andere kant zijn wij bezig geweest met het opzetten van Vincenzo's Frozen. Pizza's die wij in het restaurant afbakken in de houtoven en vervolgens invriezen en eigenlijk aanbieden aan consumenten en partnerrestaurants. Waardoor we een extra inkomensstroom hebben kunnen genereren, welke niet afhankelijk is van het restaurant zelf. Zo moet je voorstellen dat tijdens de zomer, toen de strandtenten open waren, wij onze frozen pizza's aan bevriende strandtent-eigenaren hebben kunnen aanbieden. Welke zij vervolgens aan hun gasten hebben kunnen verkopen. Dus we hebben ook naast de restaurant omzetten die bij ons wegvielen een andere inkomstenstroom kunnen genereren, kunnen opzetten. Wat ons ook weer minder afhankelijk maakte van de schade die de corona met zich meebrengt. Ondanks het feit dat er vaak geen stip aan de horizon zichtbaar is, is het enige wat je kan doen in deze tijd is snel doorpakken, schakelen en creatief zijn met de situatie. En dat is voor de ene makkelijker gezegd dan de ander. Wij hebben een product dat zich goed leent voor de bezorging en ik zie ook veel restaurants die daar toch wat meer creatief mee moeten zijn. Maar ik zie dat ook wel lukken in mijn omgeving, dat veel restaurants creatief zijn met het maken van menuboxen. Van 3-4 gangen menu'tjes, welke goed verkopen in de weekenden. Dit zal uiteraard niet hetgeen recht trekken wat er verloren wordt. Maar het betekent wel dat je niet stil hoeft te staan in deze tijd. En dat is het allerbelangrijkste, want dan is het helemaal een uitzichtloze situatie.